Yo, allemaal, ik ben hardcore survival aan het doen. Is nieuw in Minecraft, Bedrock. Dus kijk, heel veel kijkplezier. En sowieso allemaal even liken en abonneren. Want ik probeer naar de 50 abonnees te gaan. Om dan te kunnen livestreamen. Dus het zou heel fijn zijn als jullie allemaal even abonneren en liken. Hier is een village. Dat is goed, dat kan ik goed zo krijgen. Een hardcore is heel moeilijk. Want wanneer je dood bent, dan kan je nooit meer terug. Dan moet je gewoon een nieuw server aanmaken. Sorry. Een hardcore is heel moeilijk. Als jullie ideeën hebben voor mijn hardcore server, laat het ook maar even weten. Alles mag, alles kan heel belangrijk zijn. Wat zijn dit? Maps? Een nomad? Maar ik ben benieuwd wat deze is. En dit is een nomad. Heel snacks. Goed. Heel goed. We gaan op Citycon. Op het begin was er een rondelle poppen. Die heb ik even gedood. Dus ja. Er zijn nog geen cheats aan. Dus als je dood bent, ben je dood. Je bent. Ja, je kan met meer inspanning doen. Dus daarom ga je hardcore spelen. Hardcore is makkelijk als je goed bent. Hallo, wat geef jij? Hardcore kan ook moeilijk zijn. Nou, heeft het iedereen dat net gezien? Net als er echt random een blokje kapot gemaakt. Zou dat kunnen? Een rood bedje. Neem ik mee. Als in de comments weten wat je van de hardcore server gaat vinden, doe ik even op, dingen achter in de comments. Oh, voedsel, jam, 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 jam. Allerbelangrijkste is bij hardcore weer een goede plaat. Je hebt tenminste al een bed. En ga niet gelijk cross-cross minen. Want hardcore is heel moeilijk. Nou ga ik nu een uur hardcore spelen. Proberen om iron te krijgen. Iron als je moet doen. Maar dat is heel moeilijk. Ik vind het voor mij even choppen. Dus ja. Daar kunnen we even mee gaan doen. Even nog wat dingen zwaaien. En als je ooit wilt weten wanneer ik als ik 1k subscribers haal, dan ga ik face reveal doen. Als het mijn 5 jaar duurt, dan duurt het mijn 5 jaar. Oh hier, iron. Ik heb al iron. Dus dat is goed. Dat is al een doel van mij. Om iron te halen. Ik heb mijn doel nu bereikt. Respawn point. Het gaat gevaarlijk zijn. Dus je moet er altijd goed oppassen. Wat we doen. Doe zoiets om jou te protecteren. Een zwaardje. Die. Ik heb een hoop.
Slim. Nee, daarom pak ik even een kistje. Oh. Alleen hoor. PlayStation. Die plaats ik daar. Nog in de rest van de spullen. En als ik dood ben, dan ben ik dood. Oh shit, oh shit, oh shit. Een 1,5 hartje. Ja, nu ga ik gewoon een mindsim. Ik ben dood. Jammer. Ik heb iron gehad. Ik kan geen dingen doen. Ik ben enorm slecht in. Dus als jullie het weten. Ik ben enorm fan van. Ik ben enorm fan van mindsims. Ook ben ik fan van. Ja, wel alles ben ik fan van. Ik zou alles willen doen. En mijn. Ja, zo zeggen. Niet een van mijn leven, maar gewoon dat ik iets kan doen. Hè? Huh? Ik heb ook. Ik ben ook een van de jongste. Nee, niet de jongste misschien, maar een jongen.
Nee. Boom. Boom, boom, boom. Nee. Je ziet het, hè? De mindstone. Ik zou volgens mij pauwensteen. Even dus. Wacht niet zo, nou. Is mijn mama trouwens, dus. Mansion. Ik zou een paar dingen hebben kunnen doen. Of goed, Chris. Maar alleen PlayStation. Even als ik het afsluiten.
Ik wil nog één keer zeggen, alsjeblieft liken en abonneren.